Ik ben Ripsie May Visser, conservator fotografie bij het Stedelijk Museum en samensteller van de tentoonstelling Ulay Was Here. We staan in de eerste zaal van de tentoonstelling en deze zaal is echt bedoeld om aan te geven wat de belangrijke thema's zijn in Ulay's werk. Ulay kwam in 1968 uit Duitsland naar Amsterdam en onderzocht toen bijna vanaf het begin zijn identiteit, zijn eigen persoonlijkheid. En hij was geïnteresseerd in de wereld om hem heen. En wat je ziet is dat hij eigenlijk vrij snel die Polaroid-camera oppakte. Hij fotografeert zowel de stad, en die stad begin jaren 70, die is nog heel, ja, die is vergeven van huizen die op instorten staan. Die is vergeven van graffiti overal, en dat legt hij vast aan de ene kant. En aan de andere kant fotografeert hij zichzelf. Dat noemt hij autopolaroids en in die autopolaroids onderzoekt hij wie hij is. Onderzoekt hij zijn identiteit, maar onderzoekt hij ook zijn mannelijke en zijn vrouwelijke kant. Onderzoekt hij ook de emoties die dat materiaal voor hem met zich meebrengt. Polaroid is voor hem eigenlijk een bijna levend organisme, zou je kunnen zeggen. Op het moment dat Ulay in Amsterdam komt, eind jaren 60, begin jaren 70, worden natuurlijk een heleboel dingen aan de kaak gesteld. En onder andere de man-vrouw verhouding, conventies wat mannelijk en wat vrouwelijk is. Er heerst een enorme vrijheid in de stad, een onderzoek. Ulay die zwerft door de stad, die ontmoet crossdressers, die ontmoet transpersonen. En dat zijn ook mensen die hun eigen identiteit onderzoeken of ter discussie stellen. En dat gaat hij zelf ook doen in zijn autopolaroids. En achter mij zijn een aantal werken te zien uit die serie die hij She noemt, She, He, wat hij verbindt tot één woord. En waar je ziet dat hij heel vaak half man, half vrouw is. Op het moment dat hij Marina ontmoet in 1975, zij vertelt dat hij toen echt ook gewoon over straat liep, half als man, half als vrouw. Dus dat de ene helft van zijn gezicht geschoren was en de andere helft van zijn gezicht dat hij lang haar had. Dat ze stom verbaasd had dat ze nog nooit zo iemand had gezien. Op het moment die Marina ontmoet, dan lost dat op. Want dan heeft hij zijn vrouwelijke kant gevonden, namelijk buiten zichzelf. Die hij eerst nog in zichzelf zocht, in deze foto's. Ulay heeft eigenlijk zijn hele leven lang met de Polaroid gewerkt. En in deze zaal zien we Polaroids die hij in de jaren 90 heeft gemaakt, in een studio in Boston. Bij die werkte in een Polaroid-camera. Je moet je voorstellen dat voor Ulay was dat idee dat een Polaroid een directe relatie heeft met de werkelijkheid, één op één, was heel belangrijk. En het feit dat je dus levensgrote Polaroids kon maken, was voor hem het summum. De Polaroid-camera waar Ulay in werkte, is eigenlijk een hele grote, levensgrote doos waar je in gaat staan en waar een materiaal in hangt wat je kunt belichten. Hij gaat dan toch weer ook experimenteren. Maar hij is zo zeker ook van zijn zaak dat hij echt prachtige voorstellingen maakt, een soort zelfportretten. Je ziet hier heel vaak de vaasvorm terugkomen. Die vaasvorm symboliseert natuurlijk ook het lichaam. En hier is het alsof dat hele grote zelfportret, alsof zijn hand uit dat lichaam wil reiken. Ik vind het zelfportret een ongelooflijk sterk, ontroerend werk. Ik vind het heel mooi hoe een aantal thema's van Ulay daarin terugkomen. Inderdaad, dat idee van het zelf, het idee van het fenomeen van het experiment. Dus van niet precies weten wat er gaat gebeuren, wat eruit komt. Dus dat toeval toelaten daarin vind ik heel mooi. Kwetsbaarheid is een heel belangrijk thema in Ulay's werk. En dit honderddelige werk, Retouching Bruises, is daar een heel mooi voorbeeld van. Raken Ulay en een vrouw elkaar aan met in inkt gedrenkte vingers. Ze strelen elkaar. Het is een soort erotisch spel waarin ze eigenlijk blauwe plekken bijna achterlaten. Tastbaar hun gevoel achterlaten op het lichaam van de ander. Het is echt een prachtige metaforisch werk voor kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid van materiaal, kwetsbaarheid van lichamen. En daarmee voor mij een van de hoogtepunten uit Ulay's werk. Ik denk dat het heel mooi is om te zien hoe hij die techniek, die fototechniek, die polaroidtechniek op een hele experimentele manier gebruikt. En hoe hij alleen en samen met Marina
dat performance element in zijn kunst, in zijn fotografie, voortdurend inzet. En ik denk dat een heleboel mensen zal aanspreken, of ik hoop dat een heleboel mensen zal aanspreken. En dit is mijn laatste. Absoluut mooie afsluiting.